Yeah, okay, sure. Yes. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag zondag, sorry. En gisteren had ik even een paniekmomentje. Aangezien het volgende zondag al 5 oktober is. En de zondag daarop ligt zij of haar oktober al een week, of staat zij of haar oktober al meer dan een week online. Al meer dan een dag online. Dus ik had even een heel licht paniekmomentje. Aangezien dat er nog heel veel moet gebeuren. Maar daardoor had ik het idee om volgende week terug een workweek te doen waarbij ik begin om 5 uur. Ik moet volgende week heel de week werken, behalve op woensdag en donderdagochtend. Dus als ik dat doe, kan ik toch nog tegelijk heel veel werk verzetten. Dus dat is het plan. Hopelijk lukt dat. Oh, dit wil ik zeggen. Ik heb dat namelijk al een keer gedaan, zo'n week waar ik om 5 uur begon. Toen was dat samen met Cynthia.nl en toen was dat wel heel leuk, omdat er heel veel mensen waren om me te steunen. Maar tegelijk was het ook een van de warmste weken van de maand, van de zomer. En daardoor had ik het steeds heel erg moeilijk om te gaan slapen. En hopelijk valt dat nu een beetje weg. Het enige nadeel is dat nu wel elke dag donker gaat zijn. En daar ga ik wel aan moeten wennen. Want toen was het elke keer al rond 6 uur terug licht. En nu niet. Vanmorgen ben ik bezig geweest met het voorbereiden van mijn tripje in december. Ik heb gekeken waar ik ga gaan, hoe lang dat ik daar ga blijven, wat een heel moeilijke keuze is. Aangezien dat ik graag nogal op het moment zelf beslis of dat de stad is voor mij of niet. Maar ja, dat ging dus nu niet, omdat er heel veel moet voorbereid zijn. Ik heb net afwas gedaan. Yay! Thumbs up for me. Nu ga ik nog een klein beetje iets snacken voordat ik vertrek. Ik ben in de Palingbeek. Ik ben hier iets vroeger dan verwacht. Dus ik ga nog wat foto's trekken. Ik ga wel mijn camera. Ik ben wel nog mijn camera thuis gaan ophalen. Want eerst was er een raid van Pokémon. Maar ik weet dat het meest van jullie niet goed gaan beseffen wat een raid is. Maar dat staat dus op uren. En ik dacht dat die dan weer ging duren. Maar die duurde dus niet zo lang. En die was vlak bij mijn appartement. Dus ik ben nog naar mijn appartement geweest om mijn camera te gaan halen. Nu moet ik over ongeveer een uur beginnen werken. Dus ik ga eerst nog in het bos gaan foto's maken. Als de sfeerbeelden voor zij of haar oktober 2019. Nu steeds meer stress begint in te boezemen. Er ligt hier nog een courgette. Super goed, want ik heb eigenlijk nog geen deftig eten voor deze week. Jij ook, Heintje? Yes. Ik heb net deze heerlijke dieren mogen voeren. Hallo, het is 6:30 en ik ga eten klaarmaken. Met de zaken die ik uit de tuin gehaald heb in de Palingbeek. Dit mag je trouwens niet zomaar doen. Ik mag dat doen, want ik werk daar. En ik mag zelf niet overal. Hey, mijn lasagne zit in de oven. Ik heb hem gemaakt met deze speld lasagne bladeren. Ik heb ook courgette erin gebruikt. En voor de rest eigenlijk een mengelmoes van wat ik nog liggen had. Dat vind ik net zo tof aan pastas en lasagnes. Dat je eigenlijk een beetje van alles kan gebruiken. En nu ben ik bezig aan mijn soep. Terwijl mijn lasagne in de oven zit.
net gegeten en de Big Bang Theory gekeken. Dan ga ik me klaarmaken om te gaan slapen en eerst nog om nog wat te lezen. Ik heb soep gemaakt. Nog meer soep. Dit is courgette soep en ik heb nog wel courgette om in de soep te draaien. Mijn lasagne. Wel één zo'n schaal opgegeten. Mijn afwas. Wel ook al een groot deel gedaan. Het ligt al een deel. De reine keer hier opruimen. Zal voor morgenavond zijn, denk ik. Nu mijn tanden poetsen en klaarmaken om te gaan slapen. Hallo, het is iets voor 9:30. Ik heb net een stukje gelezen en nu ga ik kijken of alle lichtjes dood zijn of toe zijn. Want zoals jullie misschien gehoord hebben in een van de vorige vlogs, ik ben het duidelijk niet gewoon om licht aan de hang te hebben. Ik wil mijn camera op mijn zakdoekendoosje zetten. En toen is mijn camera in de kaars gevallen bij één hoek. Dus er zit nu op de rechterhoek van mijn camera een heel hoop kaarsvet. En ik kreeg dat er niet op. Dat is niet zo grappig, maar aan de andere kant ook wel. Het is nu 9:30 en ik ga slapen, want morgen. Ik heb mijn wekker voor morgen gezet om 5:30. Want 5:00 vond ik toch nog net iets te vroeg. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels!